Ik vind het echt zo bizar dat je op 60 meter staat en dat daar een koe een boer laat en dat er dan hier gemeten wordt. Dat vind ik echt, kan er gewoon met mijn hoofd niet bij. Ik ben vandaag voor 100 dagen 100 banen klimaatonderzoeker. En dat betekent dat ik de KNMI-toren inga. Au, ik stoot mijn hoofd. Oh, wauw. Jij bent klimaatonderzoeker. Wat houdt klimaatonderzoeker nou precies in? Als klimaatonderzoeker kun je kijken naar de wolken of naar de zon. En wij kijken naar de gassen die de lucht ingaan en die het broeikaseffect veroorzaken. En dat komt met de wind mee en dat waait hier langs de mast. En hier meten we dat dan. Ik vind het echt zo bizar dat je op 60 meter staat en dat daar een koe een boer laat en dat er dan hier gemeten wordt. Dat kan er gewoon met mijn hoofd niet bij. Ja, en toch zie je dat inderdaad. Ja. Wij zijn klaar hier boven de licht... Dat is de eerste keer dat ik dit deed. Oh, ik kan er één keer halen. Nou, dan hebben we net gekeken wat er aan gas rondhangt. En nu gaan we kijken waar het vandaan komt. En dat doen we met de meetbus. En daar vooraan zuigen we het gas aan. Ja. En dan binnen staat de meetapparatuur. Als hier de schapen staan te blaten, dan zie je ze daar op het scherm voorbij komen. Dus eigenlijk is het een beetje gebakken lucht. Windhandel of gebakken lucht, ja. Ik gooi er nog even wat stikstof in. Ja. Want hij heeft dorst. Nou, dan gaan we nu met de bus rijden. Want dan gaan we kijken waar die gassen die we op die toren meten, waar die vandaan komen. Waar begint nou te dalen? Ja, dat is hem. Die rode piek die daar aankomt, zie je wel? En je ruikt het nu ook. Het luchtje aan klimaatonderzoekers zijn. Waarom is het zo belangrijk dat er klimaatonderzoekers zijn? Omdat er nogal wat op ons afkomt. En de mogelijke veranderingen van het klimaat zijn nogal ingrijpend voor komende generaties. Je kan twee dingen doen. Je kan als een blinde mannetje het klimaat ingaan en zeggen van nou, ik zie het wel. Of je kan proberen te snappen hoe het werkt. Dat in computermodellen stoppen en die laten rekenen hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Wat is een reden om met deze bus te gaan rijden? Nou, hier is een waterzuiveringsinstallatie. Die nemen maatregelen om de broeikasemissies naar beneden te halen. En die vragen af, meet een keer voordat wij dat gedaan hebben, meet een keer daarna en kijk dan of je een verschil ziet. Arjan, wat moet je nou allemaal kunnen voor dit beroep? Je moet nieuwsgierig zijn. Je moet van puzzelen houden. Dus dat is een stukje meteorologie wat je moet weten. Ja. Als je technisch Lego heel leuk vindt, dan is dit top of the bill natuurlijk. Ja, je moet ook tegen poeplucht kunnen. Dankjewel. Dankjewel. Zet je me nog even thuis af? Ik breng jullie nog eventjes richting een auto.